Op bezoek bij Kaart Talent in de gemeente Oldebroek. We zijn in Wezep en we zijn bij Jamie Elzeman. Als voetballer begonnen bij WSC, Jamie, maar de voetbalschoenen inmiddels in de kast gezet of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja gewoon weggegooid eigenlijk. Ja, hoe kom jij zo in die kaartsport terecht? Nou, ik heb voor mijn 13e verjaardag had ik 10 kaartlessen gekregen. En na de eerste les mocht ik dus al gelijk naar de beste groep toe. Had je voor die tijd zelf al over kaarten nagedacht of zijn die lessen echt een inspiratiebron voor jou geweest? Ja, ik wou het wel altijd al heel graag. Alleen papa die zei altijd dat het hier niet echt goed in de buurt kon en zo. En toen was de kaartbaan in Zwolle dus geopend en toen waren we daar dus begonnen. Dan heb je die lessen gehad. Hoe kom je dan zo in de wedstrijdsport terecht? Ik had daar dus bij de kartles had ik dus iemand leren kennen die ook wedstrijdkarten deed. En daar, dat heb ik dus gedaan. De eerste wedstrijd was ik gelijk derde geëindigd. Het was van mijn eerste race. Heb ik gelijk de derde plek dus gehad. En ja, zo was dus alles een beetje begonnen met deze. Ja, toen je die beker thuis had, lag je s'avonds ook in je bed en dacht je, yes, het kaarten gaat beginnen? Ja, ik heb alle bekers heb ik naast mijn bed staan, dus als ik 's ochtends wakker word, dan kijk ik er meteen naar. Ja, en studie, wat doe je daarnaast nog? Want ja, je hebt 15 jaar, je bent nog super jong kunnen we zeggen. Ik zit nu nog op de middelbare school en komend jaar ga ik naar Deltion toe. Ga ik de internationale motorsportstudies doen. Want nu met school moeten we elke keer vrijvragen. Dat is altijd een beetje gedoe. Maar op die school en die opleiding is het allemaal wat makkelijker. Hoe kom je dan in andere wedstrijden terecht? Hoe werkt dat in de kaartsport? Nou, gewoon de organisator van die wedstrijd die ik had gereden. Daar begonnen we een beetje mee te praten. En die zei dat we uiteindelijk wel op hoog niveau konden rijden. En ja, dus zo zijn dat begonnen. Als je dan wedstrijden gaat rijden, dan ga je ook echt met je eigen kart daaraan deelnemen? Ja, maar je kunt ook wel bij teams die kart huren bijvoorbeeld. Maar deze hebben wij nu gewoon net gekocht. En nu huren we nog een andere kart bij een Belgisch team. Zijn het op indoorbanen of outdoorbanen waar jij kart? Afgelopen jaar heb ik ook een paar indoor kartwedstrijden gehad. Maar komend seizoen gaan we alleen maar buiten rijden. En ja, hopen op nog meer bekers. Ja, wat vind jij zelf het mooiste? Buiten, binnen? Of zeg je nou, maakt mij niet uit, geef mij een baan en ik ga racen? Buiten vind ik wel een stuk leuker, maar binnen vind ik net zo leuk. En welke competities heb je afgelopen jaar gereden? Ik heb afgelopen jaar de huurkartcompetitie gereden. Bij NXT heb ik gereden en bij de GK4 heb ik gereden. En wat waren de eindstanden in die competities voor jou? Bij NXT ben ik derde geworden en bij NK ben ik ook in mijn gewichtsklas ook derde geworden. Ja, dat zijn hele mooie prestaties. We zien een hele rij aan prijzen. Ja, als het om voetballen gaat, dan doe je de voetbalschoenen in de tas. Het shirt gaat mee. Maar bij kaarten, ja, er is meer nodig, hè? Een monteur. Nee, gelukkig is mijn vader een monteur. En ja, je krijgt nog wel altijd hulp van het team bijvoorbeeld. Maar eigenlijk bijna alles doet papa wel. Wat is het bijzondere aan kaarten? Hoe gaat die adrenaline sneller bij je stromen? Ja, gewoon het gevoel hoe je hard door de bochten heen kan. En gewoon het rechte stuk. Ja, gewoon alles. En de start is ook echt heel vet. Het inhalen. Afgelopen jaar meer dan 40 weekenden onderweg. Ja, en dan moet je een keuze maken voor 2024. Ik ga nu komend seizoen met deze kart rijden. En dan proberen om de ticket te winnen naar de Nations Cup in Valencia. En ik ga bij een Belgisch kartteam ook nog een kart rijden, een tweetakt kart. Dat is een nieuwe klasse en daarmee kan ik misschien ook uiteindelijk nog naar het WK in Le Mans. Zo, dat is een mooi vooruitzicht, heel wat wedstrijden. Ja, Jamie in de kaart. Ja, Jamie, kun je iets specifieks vertellen over deze kaart? Wat is het vermogen en hoe werkt alles precies? Nou, dit is een Tillotson kart, heeft 17 pk. Ik heb hier mijn computertje waar ik op kan zien wat mijn toerental is en mijn rondetijd tijdens het rijden. En na het rijden kun je dus ook helemaal uitlezen. Dan kun je zien of waar je harder moet remmen of waar je zachter moet remmen. Of... Dit is dus ook een viertaktblok. Ja, deze is wel iets minder agressief als de tweetakt die ik ook ga rijden komend seizoen. Maar alsnog gaat hij best wel hard. Deze banden die kunnen ongeveer 2 wedstrijden mee. En dan hebben we dus nieuwe banden nodig. Maar bij de andere klassen kun je maximaal echt 1 race erop rijden, dan heb je echt nieuwe nodig. Anders kun je gewoon niet meekomen met de rest. Kaarten lijkt me best een dure hobby. Hoe krijg je dat zo allemaal voor elkaar? Nou, met sponsors en gelukkig papa ook. Maar ja, eigenlijk gewoon vooral sponsors die je ook op het pakje ziet staan. Ja, de namen die op het pak staan. Ja, we zien in 2024 ook het Belgische team waar je bij aanschuift.
Maar kunnen er nog sponsors bij op het pak of niet? Ja, zeker. Dus als je nog iemand weet of je bent zelf iemand die mij wil sponsoren, dan moet je mij even een berichtje doen. En op welke sociale media kunnen we jou volgen, Jamie? Karting_Jamie op Instagram.